Hoe verder nog mijn beste koetjes en welkom bij een nieuwe aflevering van Empire Total War Battles. In deze aflevering gaan wij tegen een stalletje piratengaljoenen vechten. En het wordt spannend, want wij hebben een vloot vol fluiten. Klinkt vrij grappig. En daarnaast ook nog een admiraalschip die natuurlijk helemaal vooraan staat. Ik bedoel, het is een admiraalschip. Een fifth rate, wel te verstaan. Voor mij krijg je die dan gewoon gratis niks erbij als je een admiraal erbij koopt. Twee halen, één betalen. En wij nemen het op tegen stel galjoenen. En zoals jullie misschien van de vorige aflevering weten, galjoenen zijn niet om mee te fucken. Het zijn grote schepen, zijn sterk, hebben een boel kanonnen. Het wordt dus heel spannend, eerlijk gezegd. Maar goed, laten we maar gewoon beginnen. De wind staat in ons favor, want de wind komt vanuit deze kant een beetje. En ja, laten we dan maar gewoon lekker beginnen. Onze admiraal, meneer, geen idee hoe die heet, is er klaar voor. Dus laten we, zoals ik zei, gewoon lekker beginnen. Ik ga even de game pauzeren. Even kijken hoe onze vijanden ervoor staan. Of kan ik niet zo ver kijken? Oh, dat kan ik wel. We gaan even kijken hoeveel schepen ze nou eigenlijk hebben. Want er stond ook een schip bij die ik niet helemaal herkende. Dat was een Race Galleon. Of iets in die richting. Maar het zijn maar 4 schepen. Dus even kijken. We hebben dus hier zo'n galjoen. En daar ben ik dus echt bang voor. Die hebben 171 man en 60 kanonnen. Dat is dus al 18 kanonnen meer dan onze schepen hebben. En daarnaast ook nog een stuk of 20 man meer. Dus ze moeten ons ook zeker niet gaan enteren. Want dat verliezen wij. En dan hebben we hier ook dus nog een Race Build Galleon. Ik denk dat dat misschien iets voor moet stellen van een galjoen die snel gebouwd is. Maar daar hoeven we dus niet heel bang voor te zijn. Want die hebben maar 28 kanonnen en 59 bemanningsleden. En dan heb je ook nog een brig. En eigenlijk als we deze kapot hebben, hebben we al een grote kans om te winnen. Want dat is de piratenadmiraal. En dat is dus een leider. Dus als we die hebben, is iedereen blij. Behalve de piraten natuurlijk, die hebben een beetje verloren. Dus laten we onze schepen even leuk naar voren sturen. Ik zet even de game wat op snel, hè, zodat we eventjes wat ja, sneller kunnen. Dat ja. Maar ja, wij hebben dus het voordeel momenteel. Wij hebben wind mee, dus dan zijn we sowieso al sneller. Ik weet niet of dat een voordeel is, want dan zijn we sneller in hun kanonbereik. Dan is scheepjes, ze varen ook gewoon zo synchroon. Kijk dan, die masten wapperen in de wind. Ze schudden alle kanten op. Dus woeste zee. Hier op de Caribische Zee. Oké, die galjoen neemt dus al positie in. Misschien was het ook niet echt heel wijs van mij om mijn admiraal naar voren te sturen. Maar gelukkig hebben wij 2 schepen die al een beetje ervaren zijn in het vechten van piraten. Namelijk onze admiraal en een van onze fluits. Natuurlijk, ik bedoel, fluits voor de win. Dus dat wordt wel interessant. Nou, jij gaat gewoon lekker deze kant op... Nee. Jij gaat lekker deze kant op varen. En als je binnen bereik bent van hun kanonnetjes... Of jij in hun kanonnetjes... Of nee, hè... Als zij in het bereik zijn van jouw kanonnetjes, dan open je leuk het vuur. Hoeveel kanonnen heeft dit schip eigenlijk? Maar meer dan, dan een gemiddeld schip van mij. Dus onze admiraal kunnen we het ook op zich wel meedoen. Oké, even weer eens een klein stukje sneller zetten. Want het is wel heel spannend nu. We komen in bereik. En wie zal als eerste schot wagen? Ik of de piraten? Wij, Hollanders. Met onze kanonnen vol met goudstukken. Die gaan afschieten als een shotgun. Dat zou cool zijn. Ja, dat hebben we wel trouwens, Graveshot. Oh, en deze schoot zijn gelost. Hoppakee. Hebben we wat geraakt. 1 kanonnetje minder. Nice. En 3 bemanningsleden. Nou, die zaten denk ik achter het kanon. En die vlogen toen volgens alle kanten op. En lichaamsdelen wel te staan. Oké, jullie mogen ook een stukje naar voren gaan als jullie dat willen. En het galjoen heeft nog niet het vuur geopend. Misschien zijn ze een beetje in de war van... die Nederlanders die durven te schieten op ons. What? Oh shit, ze vuurden terug. Daar gaan we al. De tweede schot is gelost. Van de piraten. Of de eerste schot is gelost van de piraten. Wij zijn 3 kanonnen in 1 schot verloren. Dat is niet eerlijk. Dat is cheating game. Dat is cheating. Nou, maakt niet uit. We hebben nog steeds meer kanonnen dan hun bij elkaar, denk ik. Ah, een tweede schot is gelost op de Race Build Galleon. Oeh, meteen 4 kanonnen stuk. 7 manningsleden minder. En de tweede salvo. Oeh, ja, meteen 4 kanonnetjes stuk. Dat doen we goed. Oh, een tweede salvo van de piraten los. Oeh, nou, geen kanon verloren en geen bemanningslid. Dus hey, dat was niet zo effectief, piraatjes. Gaan jullie maar wel leuk dek zwabberen en rum drinken of zo. Weet ik veel wat. Ga tegen een kraken vechten. Of wat deden ze ook in Pirates of the Caribbean. Allemaal dingen. Oké, jij gaat lekker op die big folks. En als die stuk is, dan zoals ik al zei, hebben we een mooi overwicht. Dan denk ik die praat van, hey, onze admiraal is hoofd kwijt. Dan gaan we maar niet meer vechten. Geef ons wel over aan die Hollanders. Geef ze misschien nog wel kaas en wiet. Dat vinden ze weer fijn. Dat denk ik. Oeh, dat was ook een soort schot. Maar die kwam langs zij. Dus op zich valt het wel mee. En dit schip heet de Flying Dutchman. Oké. Een vliegende Hollander, dat is dus een verrader. Die moeten we zeker hebben. En jammer genoeg is een Galleon, dus dat is super sterk. Voor mij kunnen wij geen Galleons bouwen. Dat is wel een beetje jammer, maar het zij zo. En ik heb niet het idee of mijn andere schepen wat aan het doen zijn. Ik ben ze maar een beetje rond aan het sturen. Dus jij gaat lekker op dit schip focussen en jij op deze.
En jij gaat op dit schip focussen. En dan gaan we ondertussen wel wat schepen micromanagen natuurlijk. Anders schiet het niet erg op. Ga gewoon een beetje swarm techniek toepassen. Gewoon allemaal schepen tegelijkertijd. Of ja, veel schepen tegelijkertijd op één ander schip. Dat wordt leuk. Stel de bemanning ervoor. Oh, hartstikke leuk, Wouter. Vind ik die fijn. Ik kan me niet voorstellen. Maar ja, als hun het vinden. Wel grappig. Die je ook gewoon over het schip heen ziet vliegen en zo. En dartelen. Je staat een mannetje met een pistool stoer te doen. Ik weet niet hoe je wat wilt gaan zien. Want, oh, we hebben nog kanon aan de voorkant. Nice. Allebei mis. Dat schoot niet erg op. Nou, zoals ik al zei, staat dus zo'n mannetje op met een geweertje. Als ze in de buurt van het schip komen, dan willen ze ook nog wel eens op de bemanning schieten. Is hartstikke gezellig allemaal. Die helpen ook tijdens het enteren. Het zijn dus een soort mariniers die het schip verdedigen. Oké, daar komt mijn vloot aan. Ik vind... Oeh, shit. Die worden twee schepen tegelijkertijd onder vuur genomen. Maar gelukkig aan de voorkant, dan is mijn schip minder breed. Dus hebben ze ook minder wat om te raken. Dus, ja, ze spelen een beetje hun kanonskogels op die manier. Ben ik blij mee, eerlijk gezegd. Maar ze zijn dus nu een beetje een admiraalschip aan het swarmen. De Van Varon. We hebben hier de Callansoog. De Gulden Zeepaard. De Peter Paulus, die het weerbericht doet. De Dordrecht. En de Kometster. What the fuck? Oh, Kometster, denk ik dat er staat. Nou ja, we schieten een beetje met de voorkant van ons schip. Of de kanon aan ons voorkant. Dus dat wordt wel lachen, denk ik. Of niet? Nee. Ja, in ieder geval, ze zijn een beetje mijn admiraalschip aan het swarmen. Waar ik best wel bang voor ben. Want dan gaat hij momenteel, dan gaat hij zo meteen de zeebodem bereiken. Ah, het gaat nog goed. Ze raken alleen maar een beetje de voorkant. En ik ben ondertussen al wel het kanonnetjes verloren. En ook op de manningsleden. Maar hij houdt vol. De admiraal die houdt het voortouw. Nice. Hoppakee. Raak maar. En we raken echt helemaal niks. We hebben geen enkel kanon gesloopt. Dit is echt een ramp. Misschien moet mijn admiraalschip maar ook eventjes... terugtrekken, want hij is wel een beetje aan het verliezen, staat er inderdaad ook hier zo. Ach ja, wat zeggen we erop? Niet doodgaan, dat zal ik erop zeggen. Oké, jullie komen weer een beetje in range van dit schip, dus gaan we een beetje focussen op dat schip, ja. Niet gaan draaien of zo, maar dat doen ze wel. Waarom doen ze dat altijd? Ik vind dat zo vervelend, als ze gewoon gaan draaien, terwijl dat helemaal niet nodig is. En we gaan even wat schoten lossen op het schip. Boom, 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 boom. Hij schoot zelfs op zijn eigen team. Dat is niet handig, dat moet je niet doen, man. Oh, wauw, we zijn al heel wat verloren. En ons admiraalschip heeft zich overgegeven. Rip. Rip, piratenschip. Of ons schip trouwens. Dus die gaat of proberen weg te varen. Of hij wordt gecaptured door de piraten. Wat ik eigenlijk zeg niet hoop. Maar als dat het geval is, dan zijn we ons bootje kwijt. En dat is minder van onze admiraal. Ik had hem ook niet alleen het gevecht moeten insturen. Maar ik ben ook niet echt heel erg vaardig in zeegevecht in deze game. Maar het komt dus nu neer op deze 5 fluiten. Die, waar ik in geloof... Ik geloof in hun. Ook is een admiraal gevlucht. Maar waarom schieten ze ook niet? Ik vind het ook stom dat ze zo draaien. Want ze moeten gewoon eventjes de goede kant op draaien. Zodat ze alle zooi onder vuur kunnen nemen. Maar dat doen ze niet. Hebben ze geen zin in. Kom op, Gilde Zeepaard. Ik geloof in je. Schiet op die boot. Je mag het vuur openen als je wilt hoor. Dat zou op zich wel cool zijn. En dat doet hij niet. In plaats daarvan gaat hij weer draaien. Nice. Ik kan natuurlijk gewoon bevelen om te schieten. En dat doen we dus ook gewoon. Piep, 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 piep. Of hij doet het niet. Ja, dat doet hij wel. Boom. Nou, dat kan je niet meten. Dat kunnen niet alle kanonnen zijn geweest. We gaan dat niet verliezen, hè. Van 2 galjoenen. Ik zou dat best wel minder vinden als dat het geval was. Het kan natuurlijk zomaar gebeuren. Maar ik wil ook eigenlijk ook heel graag die admiraal dood krijgen van hun. Want, oh, nice. Dan gaan we stel schoten los. En we hebben in totaal hier twee kanonnen gesloopt. Daar ook wat kanonnetjes. En ik zeg niet dat we dit gevecht weer gaan winnen. Dat zou een beetje minder zijn, want dan zijn we denk ik al onze schepen kwijt in Amerika. En in dat geval is het misschien handig om niet deze aflevering te uploaden. En dan gewoon het opnieuw proberen of gewoon meer schepen proberen te krijgen in Amerika of zo. I don't know. Ik had eerder moeten aanvallen, dat kan ook. Waarom schieten ze ook niet? Ik begrijp er geen kut van. Mijn schepen die varen gewoon een beetje rond, alsof dit de Friese meren zijn. Misschien is dat ook wel zo. Wie zal dat zeggen? Ik niet. Oh, onze admiraal is weer terug. Oh, nice. Het was een valstrik. Dit was tactiek. Ik heb het door. Oh, dat had wat damage moeten doen. Daar gingen wat kanonskogeltjes tegen dit bootje aan. Ah, het ziek idee. Nu gaan we ze krijgen. Hoe ziet het schip eruit? Staat hij in brand? Heeft hij iets? Er zit wel wat gaten in, zo te zien. Ja, heel wat gaatjes. Maar hij vaart nog. Dus hij is nog best wel een gevaar. Een gevaarte. Snap je met varen? Oh. Ik ben zo hilarisch. Abonneer op mij, please. Oké. Gaat het goed? Geen idee. Ze worden vliegen overal kanonskogels vliegen. Oh boy. Ik zie het lijkt alsof heel veel van die kanonskogels raken. Maar het lijkt alsof wat geen damage te doen, heb ik het idee. Maar het kan ook aan mij liggen hoor.
Dus even kijken, wat is waar valt deze nou eigenlijk aan? Waar is mijn admiraalschip eigenlijk? Ben jij mijn admiraalschip? Jij bent mijn admiraalschip B. Oké, zit er nou een piraatschip tegen me? Oh nee, dat is die fluit. Oké, ik dacht dat er een piraatschip tegen mijn schip aan stond. Maar dat is niet het geval, gelukkig. Ah ja, pak die... Nee, niet Race Build Galleon. Die mag van mijn part... die hoeven we niet te pakken. Pak deze, het admiraalschip. Die moet eventjes kapotski. Zo, joh. We worden een beetje omsingeld door die piratenschepen. Nee, wij zitten niet omsingeld. Wij zitten middenin hun. Wij hebben tactisch voordeel. Zolang ik dat geloof, kom ik misschien wel ergens. Hoppa, wereld. Oh, deze heeft opgegeven. Nice, de Rick Build Galleon. Stop eens met op je eigen schepen te schieten, please. Ik weet dat jullie Sela zijn. Dus misschien niet al te slim. Want ze konden in die tijd nog niet echt lezen, de meeste Sela. Die werden gewoon geronseld. En het galjoen is aan het vluchten, of niet? Oeh, nee. Leek. Ik dacht dat ik even die piraatvlag zag wapperen bij hun. Maar nee, dat is niet het geval. Boom. Waar schiet hij nou eigenlijk op? Op welk piratenschip? Maakt niet uit. Zolang je maar shit raakt, ben ik tevreden. Ja, trouwens, daar maar op. Oh, er gaat weer een salvo. Nice. Ah, dat zijn ook heel wat kanonnen verloren. Dat is niet zo heel gek dan dat hij een beetje bangig is. Maar geeft hij op? Geen idee. Worden we nou geënterd? Ik hoop het niet. Zoveel vragen en wij er antwoorden. Zijn mijn schepen trouwens het opgeven? Ja, dit schip is ook een beetje bang aan het worden. De Kallenzoog. Nee, niet de Kallenzoog, please. Ze hebben daar zo'n mooi strand. Waar schiet deze? Oeh, damn. Dat moet wel damn. Dan zijn er maar 4 kanonnen stuk. 4. We hebben dat schip echt 1000 maal onder vuur genomen. En toch zijn er maar 4 kanonnen gesloopt. Hoe is dit mogelijk? Wat doet deze hier nog? Waarom schiet hij niet? Misschien was deze... Oh, dat is mijn admiraal. Hè? Wat doet hij daar helemaal? Misschien was je weggevlucht. Doe niet tijger als je pusher bent, zullen we maar zeggen. Even zien. Misschien moet even focussen op de mast of zo van die schepen. Dat die eventjes gedamaged raken. Kan ook gebeuren, kan ook. Nou, die schaljoen is ook trouwens pittig snel. Damn, waarom kunnen wij niet die schepen bouwen? Ik denk onze fluiten zijn B, maar dat valt dus hartstikke mee. Dan zie je, Flying Dutchman. Deze 4 kanonnen verloren. Deze al 8 op zich. En ons schip is een beetje aan het overgeven. Dat is op zich wel een puntje. We moeten gewoon echt focussen op die brick. Als die gewoon helemaal tot zinken gemaakt is, dan zijn we al een heel stukje verder. Want dan zijn ze een admiraal kwijt, dus dan worden ze een beetje bangig. En wat is ons admiraal aan het doen? Niet de dingen die ik wil, althans. Even kijken, even tijd sneller. Ik moet thuis wel controle houden over dat vecht. Dus is deze ook al bang aan het worden? Ja, die is ook aan het overgeven. Damn, nee, please, blijf vechten. We kunnen dit winnen, ik geloof. Ik geloof erin. Eigenlijk al lang niet meer, maar dat maakt niet uit. Ik schiet maar op dit schip. Schiet op... Nee, niet op het galjoen. Waar is trouwens dat admiraalschip van hun? Is dat deze? Nee, dat is... dat die brick? Nee, dat is galjoen. Hé, waar is een admiraalschip? Oh, daar zo. Oh, oké. Okay. Nu zie ik het. Waarom valt deze nog steeds niet aan? Ik snap het niet. Ons admiraalschip. We hebben hem 2 keer gezegd. Misschien wel vaker van... Yo, ga even vechten. Please. En we zijn het kalles zo kwijt. Wel, Rip. Rip, pardon. We zijn al 2 schepen kwijt een beetje. En nu nog helemaal niks. Zijn ze nou aan het enteren of niet? Ik heb het idee alsof ze gaan enteren, die piraten. Of ligt het aan mij? Dat is meestal wat piraten wel doen, enteren. Maar ik hoop het niet. Oké, schiet even die brick kapot. Want die is bijna kapotski. Ja, jij blijft maar gewoon op dat galei schieten dan. Of die galjoen. Oh, trouwens, dit galjoen is aan het overgeven. Yes! Blijf schieten! Blijf vuren! Kom op! Kom op, als hij zich overgeeft. Nice. Heeft die brick nou trouwens... Oh, de brick heeft zich overgegeven. Yes! Oh, yes! Nu die Briggs overgegeven heeft, zijn ze een admiraal kwijt. Die komt dus niet meer terug. Voor mij is het schip ook aan het zinken, of niet? Oh yes, ze hebben zich totaal overgegeven. Nice, nice, nice. Dat zien wij graag. Kom op, Hollanders. Verenigt u en vernietigt die veel kwaadwillende piraten. Dat zou ook cool zijn als dat zou werken. Als je gewoon een soort in je microfoon schreeuwde van vecht door. En dat zou fijn zijn. Ja, die piraten zijn ook aan het zeggen van ja, we zijn een beetje aan het verliezen. Maar, oké, dit schip heb ik nog controle over. En hij is ook overgegeven, want niet zoals... Nee, hij is aan het vluchten. Oké, dat valt wel te bezien. Want dus, vliegen er allemaal kogels alle kanten op. Maar ik kan ook een beetje laten zien trouwens, van dat wat er dichtbij gebeurt. Als ze schieten. Want je ziet dus nu onze infanteriemannetjes met geweren. Van onze mariniers. Met geweren. En dan schieten ze op die piraten. En die piraten hebben dat waarschijnlijk ook. Of hebben die alleen maar... Holy shit, van die handpistooltjes. Nee, die staan ook duidelijk met geweren erop. Oh yes, Kallenzoog is weer terug. Kallenzoog is back, baby. Oké, blijf beschieten. Blijf het gevecht aangaan. Oeh, gaat het goed? Dat gaat goed. Ik kan ook trouwens proberen dit schip te enteren. Weet je wat? Dat gaan we gewoon doen. Gewoon voor de lols. Want we hebben toch dubbel de manschappen van hun. En dan hebben we misschien weer een scheepje erbij. Dat is niet verkeerd. Als het admiraalschip aan ons overgeven? Ja, het admiraalschip is weer heel erg pushy aan het doen. Ja, zolang we maar niet verliezen, vind ik het best.
Ik bedoel dat hij op de zeebodem verdwijnt. En dan staat het met de kometster ervoor. Nou, redelijk goed, redelijk goed. Zijn ze schepen aan het vluchten of niet? Dus ik denk dat ze een beetje ons, ons schip daar aan het flanken zijn of zo. En, oh yes, we hebben ook weer controle over de kometster. Nice. Oh, ga dan niet vluchten. Please. Please, ga dan niet vluchten. Galjoenschip, kom terug. Of deze race build galleon. Wat? Dat meen je niet. Are you fucking kidding me? Het is de admiraal succes overgegeven. Why? Het ging zo goed. We gingen zo goed en heeft hij zich overgegeven. Nou, blijf spannend natuurlijk. Jij mag ondertussen wel op de schip schieten hoor, als je dat wilt. Nou oké, we moeten dus nog vinden tegen 3 schepen vechten. Of eigenlijk exact 3 schepen. Maar aangezien onze admiraal zich overgegeven heeft, kunnen we hem ook niet meer terugkrijgen volgens mij. Maar als we dit gevecht winnen, krijgen we hem wel weer terug. Dat sowieso, want dan is hij natuurlijk weer gewoon van ons. Weet je, ik bedoel, dan wordt je misschien wel, moet je misschien wel voor het militair gerechtshof verschijnen omdat hij zich overgegeven heeft. Maar het zij zo, dan. Ik kan zo. Ja, die is niet zo snel meer, want ik denk dat hij aardig gedamaged is. En waarom vinden mijn schepen weer niet? Of ligt het aan mij? Hebben we trouwens een kanon aan de achterkant? Nou dan. Misschien ergens, maar ik zie hem niet zo gauw. Maar we hebben daar kanonnen. En dat is chill. Zijn we wel een schip kwijt of niet? Nee, we hebben 5 schepen. En, oh, deze ga ik ook overgeven of niet? Ja, de gulden zeepaard. No, please. Ja, so, ik denk dat we weer het gevecht gaan verliezen. Ik heb de hoop een beetje verloren. Alhoewel, dit piraatschip is zich ook aan het overgeven, of niet soms? Nee, hij is zich niet overgeven. Nou, in dat geval, blijf schieten zodat hij zich overgegeven heeft. Intussen ga jij focussen op dat schip, jij op dit schipje. En dan gaan we deze wat sneller, want ik wil even kijken wat de resultaten zijn van dit gevecht. En ik zie, er gaat dus één van mijn schepen gaat dus proberen 2 miljoen aan te vallen. Hij probeert het, laten we het zo zeggen. He tries. Nee, ga je ook niet overgeven. Kom op, Pieter Paulusma, geef je niet over. Ik geloof hier, Piet Paulusma. Ik geloof altijd in je weerbericht. Want dat klopt me even wel. Ja, ik weet dat het moraal gigantisch laag is. Dat is vrijwel niks nieuws. We hebben geen vlaggenschip meer. Die is een beetje gezonken. Die heeft zichzelf een beetje overgegeven. Want we hebben nu... Oh, alsjeblieft niet. Oh nee, die is ook aan het vluchten. Oké, het is nu dus nog 2 schepen tegen een galjoen. Ja, 2 schepen tegen 2 galjoenen. Twee fluiten. Please, geef niet over. Wop, ik geloof in jullie. Oh, hij doet het nog. Ik hoop eens zegt dat die van Varon, of Cometster, dat die zich niet overgeeft. Waar is trouwens mijn admiraalschip? Oh, hier is mijn admiraalschip. Oké, die is er nog. En al mijn schepen zijn aan het vluchten. Nee, please. Please, don't do this. Ja, misschien als ze vluchten, dat we ze dan nog terug kunnen krijgen. Ja, ik denk niet dat we dit gaan winnen. Dit is de eerste slag die we dan ook verliezen. Ja, hun zijn 2 schepen verloren. Allebei hun galjoenen zijn vreselijk beschadigd. En, oh nee, wacht. Deze is weer teruggekomen. Kom met ster. Ik geloofde in je. En dat was een wijs besluit. Oké. Misschien moet ik even beter micromanagen. Wat? Oh shit, de Widowmaker is weer terug. Dat meen je niet. Motherfucking Widowmaker. Dat geloof je niet. Ik dacht dat ik hem had, maar nee, dat was 1 grote leugen. En nu, al de schepen die dus terugkwamen van het gevecht, die zijn nu weer aan het vluchten. Dat meen je niet. Nou, ik heb ze liever dat ze vluchten dan dat de vijand ze krijgt. Want, daarvoor is even een mooie schotenwisseling. En dus vluchten of niet? Ja, routing. Oké, cool. Ja, dan maar weer focussen op die andere schepen, I guess. 2 galjoenen. Als dit schip die 2 galjoenen kan verslaan, dan is hij echt de held van de dag. Dan, oh nee. Nou, dat was het. Close defeat. Dat is mooi leuk. Nou ja, dan wil ik jullie graag bedanken voor het kijken van deze aflevering van Empire Total War Battles. Laat een duimpje en een reactie achter en abonneer op Cowjuice als je dit een leuke aflevering vond. Dit is jullie volgende keer weer, zo daarom hier. Blijf loeien, beste koetjes. Blijf loeien.